Dames en heren, het waren lange 5 minuten. Maar dan heeft u ook even de tijd gehad om koffie te halen. Welkom bij de oriënterende ronde sessie 1. Er is er overigens ook maar één, maar er staat er altijd achter. En dan weten we in elk geval zeker welke we zijn. Welkom dus, de vergadering is bij deze geopend. Ik heb geen mededelingen. Ik vraag u wel of u kunt leven met het vaststellen van de agenda, of de agenda zo vastgesteld kan worden, laat ik het zo zeggen. Volgens mij is dat het geval, dat is mooi, dan kunnen we naar agenda punt 3. Dat is het spreekrecht, daar heeft er 1 iemand zich voor gemeld. Dat is de heer Bremmer, hij is van Realistisch Duurzaam Bergentuin. En ik zou hem dus willen vragen om naar voren te komen, dat gebeurt al. U heeft 5 minuten de tijd om uw punt te maken. En vervolgens kan het zijn dat er nog wat raadsleden zijn die vragen aan u hebben. En rechts van u zit een knop. Als u die 1 keer indrukt, dan wordt het lampje zo meteen rood. En dan bent u te horen en ook te zien voor de mensen thuis. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Geachte gemeenteraad, college, burgemeester, die is volgens mij niet, en wethouders. Wij als Realistisch Duurzaam Bergentuin willen graag van deze mogelijkheid gebruik maken om ons als werkgroep te presenteren aan u als gemeenteraad. Daarbij komen wij vanuit het positieve kijken op alle vormen van duurzame energie. En om daarbij een tegenlicht te geven op de komst van windmolens bij ons in het gebied tussen Bergentuin en Kloosteraar. Graag zouden wij de mogelijkheid bieden om te kijken naar alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzame energie in het kader van de doelstelling die de gemeente op dit gebied heeft gesteld. Daarbij zullen wij graag eerst kort willen ingaan met een paar punten op de negatieve gevolgen van windmolens. Ten opzichte van de opbrengst en de milieuschade die zich met meebrengt. Grondstoffen voor windmolens, waarom niodium, brengen gigantisch veel milieuschade in China. Waar er een compleet gif meer is ontstaan, dat is om die constante stroom op te wekken is dat. Het oosten van Overijssel is het slechtste gebied qua wind van Nederland. Dan zie je alle windkaarten die ervan zijn. Wij willen graag dat alle 6 gebieden die er in eerste instantie zijn aangewezen, mee worden genomen in de MER-rapportage. Want er zijn een heel aantal gebieden zijn al geschrapt op voorhand, zodat er nu nog maar 2 over zijn. Aan de kust waait het 2 keer zo hard als hier in de gemeente Hardenberg. Dat betekent dat een windmolen aan zee in de term windenergie 8 keer zoveel energie opwekt. Een windmolen van 6 megawatt, die hier gepland zijn, 220 meter hoog, geeft maar 30% rendement van zijn vermogen, omdat het vaak niet waait en geen constante levering geeft. Want het is gewoon een slecht gebied. Qua ligging is het ook heel slecht, om de stroom die opgewekt wordt, die moet naar de McDonald's hier in Hardenberg of naar bijvoorbeeld een gebruiker als de Wavin. Dus er zit qua transportkosten gewoon gigantisch veel energie achter. Voor boeren als grondeigenaar geeft hij winst voor €35.000 per hectare, zodat voor degene die erbij betrokken is veel geld oplevert en daardoor natuurlijk ook oneerlijke concurrentie. Die is heel super aantrekkelijk voor die mensen. Schade op vogels, waar rapport van ligt in het archief. Maar in 2003 is dit al eerder te sprake geweest. En toen is het afgewezen om de vogelgebied wat erachter zit met enkel steekveen. Ziek worden van de lage trillingen. Fibro-ossie disease. Tweelingen in de buurtschap. Ik merk nu al gewoon een wrijving in de buurt. Wat wij niet willen en ook liever niet zien. Verminderen van het woonplezier. Waardevermindering van de wonen. Slagschaduw en geluidsoverlast. Graag zouden wij nog dieper in willen gaan met onze presentatie, met een beschikbare tijd van 5 minuten. Het is gewoon te kort om dit te kunnen doen. We hebben een voorstel naar de fracties gedaan waar we verder erop ingaan. En we hebben ook daar een passende presentatie waar we het graag gewoon verder willen toelichten. Verder zullen we als Windgroep door middel van Facebook positief tegenover alternatieven. Maar we zijn natuurlijk niet tegen duurzame energie, alleen wel tegen windmolens. We hebben een Facebookpagina, gewoon heel simpel, Realistisch Duurzaam Bergentuin. Dus ik hoop dat jullie daar, als je 5 minuten over hebt, een keer doorheen scrollen. Staat alles op gedeeld, leuke dingen om te lezen, weetjes, van alles staat erop. We hopen dat u als burgemeester en wethouders en als gemeente onze bijdrage zult waarderen en volgen.
Dat is ook deze, gewoon om ons te presenteren dat we bestaan. En ja, mochten we op een allerlei overleg bij betrokken kunnen raken, dan zullen we dat graag aangrijpen. Er wordt gigantisch veel geld uitgetrokken voor een of ander extern bureau. Om ook te verdedigen denk ik, van de windmolens en misschien ook andere energie. Maar ik denk dat we ook heel veel uit de eigen gemeente kunnen halen qua input. En ik hoop dat jullie met de Facebookpagina daar gewoon in Jip en Janneke taal veel uit kunnen halen. In de kader wil ik ook graag wijzen op Albert Koers. Dat is een heel mooi boekje geschreven. Windenergie en de overheid. Ook besluitvormingen die vroeger geweest zijn. Ook, iedereen heeft zijn belangen. De gemeente, de projectontwikkelaars. Daar wordt heel mooi alles in beeld geschetst wat de nadelen ervan zijn en wat ieders belang is in dit verhaal. Verder hopen we met de spreekrecht gebruik te maken om u allen aan het denken te zetten voordat er beslissingen worden genomen die verregaande gevolgen hebben voor de komende 20, 30 jaar. Want daar gaat het toch om. Windmolen zet je niet voor 1 jaar neer. En eerst allereerst alle mogelijkheden op rij heeft en zonder de belangen van leveranciers, externe bureaus. Een wel overwogen beslissing genomen kan worden die goed is voor alle burgers van Hardenberg. Dat was het. Dat was hem. Dank u wel voor uw introductie. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn nog. Ja, ik zie een aantal vingers. Zullen we gewoon het rondje zo gaan maken? Dan begin ik even bij de heer Jonkans. Mag u gewoon eerst de vraag beantwoorden en dan gaan we. Anders moet u wel heel veel onthouden de hele tijd. Dat lijkt me een beetje lastig. Meneer Jonkans. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag. U presenteert zich als werkgroep Duurzaam Bergentheim. Maar wat ik een beetje mis in uw presentatie is. En wat voor concrete plannen heeft u voor duurzame energie in Bergentheim? Want u geeft wel aan wat u niet wil, maar wat wil u wel? Nou, mogelijkheden zijn er op het gebied van zonnepanelen. Ook op het daken van boerderijen. Bij ons in de buurt zijn genoeg grote boerderijen waar ook daken ter beschikking. Er zijn mooie subsidieregelingen. Van 5 jaar wordt het dak ter beschikking gesteld in overname van de panelen na 5 jaar. Dus alleen gezien de tijd die er nu is, heb ik mij niet toegespitst in de oplossing, maar puur proberen om ons voor te stellen als werkgroep. Dus de inhoud kunt u volgen op Facebook, daar zullen we dingen delen en ook voorstellen daarin doen. Maar op dit moment primair, in 5 minuten, was het alleen de mogelijkheid om ons te presenteren. En jullie aan het denken te zetten en hopen dat jullie onze Facebookpagina willen volgen of in ieder geval willen bekijken. Het is realistisch, duurzaam Bergentheim is. Als je daarop zoekt, dan vind je. Ik hoop dat u daar een antwoord genoeg aan heeft. Jawel. Ja. Dat was ook mijn vraag, dank u. Op Koers ook een vraag, mevrouw Kelder? Die vraag die ook de heer Jonkans net stelde, van wat heb je dan als alternatieven? Je gaf aan, volg ons dan op Facebook. Nou, dat zal op Koers.nu zeker doen, want ook wij houden niet van grootschalige windparken, dus vandaar zullen we dat dus jullie volgen. Ja, en dat is in het vervolgtrek wordt het dan ingezet. Ja. Geen vraag dus, begrijp ik. Meneer Bak wel? Dank u wel, voorzitter. Dank u voor uw verhaal. We zouden ook graag een keer kennis nemen van de presentatie die u zojuist voorstelde, dus daar mag u ons zeker voor uitnodigen. Ik had eigenlijk een beetje dezelfde vraag als de heer Jonkans van de Partij van de Arbeid. Maar ik wil toch even een stapje verder gaan, want om toch even wat scherp te krijgen van, bent u nu echt alleen tegen windmolens of gaan er ook echt van uw kant initiatieven komen om dezelfde hoeveelheid energie geproduceerd te krijgen die de windmolens eventueel ook zouden kunnen produceren? Ja, wij gaan daar in meewerken om diezelfde hoeveelheid een alternatief te bieden. Ik weet dat het lastig is, ook met de beschikbare grond en wat er is qua zonneparken, maar... Ja, er zijn van allerlei mogelijkheden waar nog studies over zijn. Zoals CDA heeft zich ook al positief opgesteld over andere mogelijkheden. Alleen dat is nog er zijn nog geen concrete cijfers. En ik denk als je een jaartje verder bent of een half jaar, die ontwikkelingen gaan heel hard op dit moment daarin. Om toch even nog helder te maken, u bent echt tegen die windmolens. Het is niet bespreekbaar voor u. Wij zijn tegen windmolens, maar wel voor duurzame energie. Helder, dank u wel. Ja. Dank u wel. Niks, mevrouw Van Hoek. Dank u, voorzitter. Het is altijd goed om te horen dat Bergentheim de handen weer ineens slaat om samen te kijken wat goed is. En zeker als het gaat over duurzaamheid. Maar een verduidelijke vraag van mijn kant. Het leek erop alsof er al besloten is dat de windmolens met meer dan 200 meter hoogte bij de plaats gaan worden.
begrijp ik u beter als ik denk dat er een projectontwikkelaar bij u is geweest om te oriënteren of dat mogelijk is? Er zijn diverse projectontwikkelaars al mee bezig en er zijn al anderhalf jaar gesprekken gaande met boeren erover. Als ik kort mag, voorzitter. Wij houden graag dan inderdaad ook bij op Facebook wat voor alternatief u heeft. Dank u. Is u nu, meneer Stelstra? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor uw inspraak. Ik meen dat mijn fractie komende maandag met u in gesprek gaat. Ja, we zijn ook heel blij met uw belangstelling daarvoor. Ja. Jeugd en dat ook toe. Ja. Maar goed, mijn vraag sloot aan op mevrouw Van Hoek. Ik dacht dat u zei dat er plannen waren, maar er zijn bij ons geen plannen bekend voor windmolens in Bergentheim. Goed, dat zal ermee te maken hebben dat er naar mogelijkheden wordt gezocht door projectontwikkelaars. Wat mij wel even triggerde is dat u zei dat CDA een aantal alternatieven had. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. En het tweede is dat er 21 maart zijn er verkiezingen. En ik zou u eens gaan verdiepen in de verkiezingsprogramma's. Ja, dat is nodig waar ik u vooruit om dit mee te nemen in jullie verkiezingsprogramma's. Dus we weten ook waar we moeten stemmen. Dus. Wat is uw vraag, meneer Stelstra? Nou, ik was even benieuwd welke alternatief het CDA had. Oké, maar daar is eigenlijk niet voor bedoeld. Goed, het CDA moet nog aan het woord komen, dus je weet nooit wat ze doen natuurlijk. Maar daar hebt u ook niet goed naar mee geluisterd, want het CDA heeft nog geen concrete uitslagen erover, dus die is er nog mee bezig. Oké. Oké, helder. Het CDA. Voorzitter, we zijn niet voor niks als laatste, dan kunnen wij de antwoorden geven op de andere vragen. Als eerste, dank voor uw inspraak. U bent goed voorbereid, complimenten daarvoor. Dat waarderen we altijd. We zijn nog bij u geweest als CDA-fractie eind vorig jaar. De vraag van de VVD of u zelf met een oplossing komt, dat lijkt me een beetje vroeg. Ik begrijp uw zorgen. Daar blijven we graag over in gesprek. En dan toch maar even naar meneer Stelstra via uw voorzitter. Er zijn alternatieven voor duurzame energie. Daar zijn we al geruime tijd mee bezig. Daar weet u ook van. We hebben besloten om dat over de verkiezingen heen te tillen. Juist om te voorkomen dat er een verkiezingshausje overheen gaat. Ik denk dat duurzaamheid veel verder gaat dan verkiezingen. Dus daar zou ik graag achter willen blijven staan. Maar in ieder geval dank voor uw aandacht. Als we die sessie gaan organiseren, die is gepland voor april voorlopig, dan zal ik zorgen dat u een uitnodiging krijgt. En uiteraard blijven we in gesprek. Dank u wel. Rest mij om jullie te bedanken voor de aandacht en uw voorzet. Dan dank ik u ook. Gaan wij verder met de agenda. De dekking, dat is agenda punt 4. Dekking, kosten, subsidie, scholing, taalniveau 3F voor schoolse voorzieningen. Harderberg, wie oh wie? Mevrouw Van Hoek, nu Wils, Bakhuis. Alleen mijn rechterhels, zullen we maar zeggen. Nou, meneer Wils, aan u. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben het raadsvoorstel gelezen, dekking, kosten, subsidie, scholing, taalniveau 3F. Wij zijn daarmee akkoord. We hadden wel een aantal technische vragen. Die hebben we van de week besproken met de ambtenaar. Daarvoor dank en al onze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Dank u wel. Oké, mevrouw Van der Hoek was zwaaide ook volgens mij. Ja. Dank u wel. Het is prima dat dit gebeurt. En het is ook goed dat er een regelgeving komt. We hebben alleen één vraag nog aan de portefeuille houden. Is in de praktijk blijkt dat dit niveau niet door alle medewerkers gehaald kan worden, om welke reden dan ook. Hoe ziet de gemeente dan binnen deze regeling ook een maatwerk voorzien, zodat iedereen op een of andere wijze toch wel dat taalniveau kan behalen? Oké, een pakhuis. Voorzitter, we hebben het voorstel gelezen. Motivering en financiering zit bij ons bij het duidelijk in elkaar. En we hebben naar CDA geen vragen. Oké. Eigenlijk dus maar één vraag van mevrouw Van der Hoek. Meneer Jans, de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Het gaat uiteindelijk om het geld te regelen in 2018 voor de regeling waar we in 2017 al met elkaar over gesproken hebben. De screening was dus klaar en de nascholing moet dus nu nog en het kan voor dit bedrag. Ja, het is wel een wettelijke regeling waar mensen aan moeten voldoen. Wil je in de toekomst voor de kinderopvang, voor de peuterspeelzaal staan. Opleidingen moeten die nu ook meenemen. En
zit dus ook in de zak- en slaagregeling. Dus iedereen moet wel dat niveau gaan halen. En in de scholing die nodig is, daar zal wel wat maatwerk kunnen zitten, want daar zit hier en daar wel verschil in. Maar uiteindelijk zal het resultaat toch moeten zijn dat met een positief resultaat wordt gedaan. Want anders dan voldoe je niet meer aan de eisen voor de speelzaal. Ik kan er niet zo gek veel aan veranderen. Overigens, de gemeente gaat er niet over, daar gaan de kinderopvang over en daar gaan de speelzalen over. Dus het zijn die organisaties die werkgever zijn en die bepalen wie waar en op welke manier wordt ingezet. Dus dat kunnen we niet rechtstreeks regelen. Wij faciliteren nu het onderwijs, laat ik het zo zeggen. Genoeg voor u, mevrouw Vloek. Kan dit dan als hamerstuk naar de raadsvergadering? Ja? Gaan we naar agenda punt 5. Wil daar iemand het woord over voeren? Ook een hamerstuk dus. Ja. Dan agenda punt 6, de rondvraag. Nou, dan gaan we ineens snel. Dan sluit ik de vergadering en dan hebben we zometeen nog een informatiesessie. Hoe laat zullen we dan beginnen? 7:15 beginnen we dan.